Goedendag, welkom bij dit webinar over jongeren en pensioen. Een actueel onderwerp waar we vandaag over gaan praten met drie organisaties, PGB Pensioen, Ipsos Onderzoeksbureau en KWF. We hebben hele interessante gasten die zichzelf zullen voorstellen zometeen. En dat het een interessant en een actueel onderwerp is, dat blijkt wel uit de pers van de afgelopen maanden, waar steeds meer wordt gesproken over ja, wat gaan deelnemers nu doen, begrijpen ze überhaupt wat er gaat veranderen in de pensioensector en hoe krijgen we die mensen überhaupt in beeld als pensioenfonds. We gaan daarover praten vanuit de gedachte dat het onderzoek wat gedaan is door Ipsos en ook wat KWF doet met jongeren, wellicht kunnen we daar heel veel van leren met elkaar. Wij doen dat vanuit Eraneos, dat heette vroeger Quint, tegenwoordig Eraneos. Mijn naam is Arno Eemker, ik ben verantwoordelijk voor de activiteit in de pensioensector. Wij doen heel veel verschillende dingen daar en we mogen dat voor heel veel verschillende pensioenen ook doen, waaronder uitvoeringsorganisaties en fondsen. Ik ben heel blij dat onze gasten er zijn en ik ga ze graag aan u voorstellen. Welkom gasten hier aan tafel, fijn dat jullie erbij zijn. Misschien goed als jullie jezelf even kort voorstellen. Reineke, mag jou eerst het woord geven? Ja, ik ben Reineke Rijtsma. Ik werk bij onderzoeksbureau Ipsos, waar ik hoofddata en technologie ben. En ik hou me vooral bezig met data-innovatie. Oké, dankjewel. Henk Heek van PGB. Klopt, van PGB Pensioendiensten BV, de uitvoerder van het pensioenfonds PGB. Ik ben daar lead propositiemanagement. Dat houdt zoveel in dat je je bezighoudt met product, pricing, bedieningsconcept en het verhaal. En nou, we zijn een fonds met op 50% verplicht gestelde, 50% vrijwillig aangesloten werkgevers. En die zijn een multisectoraal pensioenfonds. En meer dan 400.000 deelnemers. Ja, bijna 450.000 deelnemers. Ja, ja, dankjewel. Ja. Pascal. Ja, Pascal Lansing-Pastermeijer. Ik werk bij KWF Kankerbestrijding. Ik ben daar innovator, verandermanager. Maar hier vooral in mijn rol als lead, bundel. En dat is onze nieuwe fondswervende propositie die we samen met jongeren hebben ontwikkeld. Ja, een andere sector, maar zeker interessant ook voor de pensioensector. Zeker. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Paul de Leer. Ja, hallo. Paul de Leer. Ik ben partner bij Eraneos. Dus we kennen elkaar goed, Arno. Verantwoordelijk voor de financiële sector, maar ook voor digital business en innovatie, waar ik me bezig hou vooral met innovatie en strategie voor klanten. En veel bezig met innovatie bij klanten. Dus hoe bedien je klanten en hoe ontwikkel je daar verder op door. Ja, fijn dat je erbij bent. Een hoop innovatie en creativiteit aan tafel, denk ik. We gaan luisteren naar het eerste verhaal. Dat wordt gegeven door Henk en door Reineke over het onderzoek wat PGB samen met Ipsos heeft gedaan in de pensioensector. Hoe raak je met communicatie mensen in het hart? Ik ga samen met Henk een presentatie houden over hoe wij dat gedaan hebben voor pensioenfonds PGB. Want mensen in het hart raken, hoe dan? En dat hebben we gedaan via een segmentatie. En wat is segmenteren? Hoe doe je dat? En daarna gaat Henk vertellen hoe je dat, hoe je dat kan gebruiken bij je pensioen. Maar waarom segmenteren? Nou, we hebben samen dat onderzoek gedaan om te kijken van hoe ga je die verbinding nou leggen met je deelnemers? En waarom is dat belangrijk? Want iedereen heeft eigenlijk een andere manier waarop ze aangesproken willen worden. Er wordt ontzettend veel data al verzameld. Echt iedereen verzamelt data over hun deelnemers, maar ook andere bedrijven. Je weet wat de gedragsvoorkeuren zijn. Je weet waarom iemand aanbieding iemand heeft. Je weet welke contracten mensen hebben. Maar wat doe je daar nou eigenlijk mee en hoe kan je dan iemand daarop aanspreken? Dus er wordt heel veel informatie verzameld, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe je iemand nou eigenlijk daarop kan aanspreken. Waar wordt dat gedrag nou eigenlijk door bepaald? En dat wilden we eigenlijk weten met dit onderzoek. Dus we wisten welke gedragingen mensen hebben. Je weet bijvoorbeeld wat voor pensioen ze hebben. Maar hoe kan je nou ze zodanig motiveren dat ze weten dat ze zich gezien voelen? Want eigenlijk wil je idealitair stuur je iedere deelnemer een gepaste boodschap. Dus dat die persoon voelt dat die boodschap voor hem of haar bedoeld is. En dan ga je niet kijken naar een nummer. Je kijkt niet wat voor geslacht, leeftijd of achtergrond iemand heeft. Maar je kijkt naar wat hem of haar aanspreekt. En dat is eigenlijk een beetje wat we hebben willen doen met dit onderzoek.
Waarom wil je dat doen? Omdat je eigenlijk een hogere betrokkenheid wil creëren. Want als iemand zich persoonlijk gezien voelt en iemand voelt zich persoonlijk geraakt, dan is de kans veel hoger dat die persoon zijn e-mail gaat openen of dat hij een betrokkenheid toont. De klantentevredenheid wordt hoger. En je kan ook nog een keer bepalen, die persoon die voelt zich meer betrokken bij jouw bedrijf. En dus loyaliteit gaat omhoog. En dat is de reden waarom we dit onderzoek zijn gestart. Want dankzij segmentaties, dus dankzij dat je goed weet wat iemand drijft, kan je dus een veel persoonlijkere boodschap creëren. Maar, hoe doe je dat dan? Er zijn verschillende manieren van segmenteren. En al die manieren zijn in principe goed. Maar het hangt heel erg af van het doel wat je hebt en wat je er eigenlijk mee wil bereiken. Dus je kan segmenteren op basis van gedrag. Dus wat voor communicatievoorkeuren heeft iemand. Je kan segmenteren op het abonnement dat iemand heeft of de aankopen die heeft gedaan. Maar daarvoor zit intentie. Dus de voorkeuren die iemand heeft, maar die worden weer bepaald door de houding die iemand heeft, hoe hij of zij in het leven staat of de kennis die iemand heeft. En dat wordt weer bepaald door je motivatie, door je intrinsieke behoeftes die je hebt. En wat je eigenlijk wil met je segmentatie en wat je eigenlijk wil als bedrijf is vaak het gedrag beïnvloeden. Maar het gedrag wordt beïnvloed door de motivatie die iemand heeft. Dus de beste manier om gedrag te beïnvloeden, door bijvoorbeeld, hè, je wil churn verlagen of je wil dat mensen meer producten gaan kopen. De manier om dat gedrag te beïnvloeden is dat je goed weet wat de motivaties zijn voor iemand om dat gedrag te vertonen. En dat is het idee wat wij hebben gedaan voor PGB. Want ik en mijn buurvrouw zijn misschien even oud, we wonen in dezelfde wijk, hetzelfde inkomen. En toch kan ik een hele andere reden hebben om met pensioenen bezig te zijn dan mijn buurvrouw. En dat verschil, dat wil je eigenlijk zien te achterhalen. Dankjewel, Reineke. Ja, deze plaat zegt eigenlijk alles. Want we zien hier gedrag en we zien hier een schaduw. En gedrag, daar zijn we al mee bezig met onze tooling. Gedrag, daar zijn we bezig als we brieven uitsturen die wel of niet beantwoord worden. Het zijn allemaal gedragingen die we zien. Maar wat zien we niet? Die schaduw op de muur die je daar ziet, die zien wij niet. We zien hier een oudere mevrouw en een oudere meneer. En ze gedragen zich, dat zien wij, zoals we dat ook bijvoorbeeld op ons portaal zien. Maar wat we niet zien is dat ze misschien vanaf kindsbeen aan als danser aangesproken willen worden. Dat is hun motivatie, waar Reineke het net over had. Dat is hoe je verbinding legt. Dat gaat dus veel verder dan gedrag. Pensioenfonds PGB heeft al heel lang deelnemerssegmentatie op het verlanglijstje staan. En we hebben 2000 respondenten gevraagd samen met Ipsos naar hun behoeften in de pensioensector. In de pensioencontext. Dat is dus wat anders dan een aantal persona's die je van de plank trekt en die je uit gaat proberen. Nee, wij hebben echt onderzocht wat zijn de leefstijlen van mensen, ook nog eens een keer in de pensioencontext. Want als het gaat om een auto of als het gaat om fruit eten, dat zijn andere contexten. Oké, dat gezegd hebbende, ik ben al jaren fan van het werk van Carl Gustav Jung, de psychiater uit 1921... die in zijn praktijk heel lang onderzoek heeft gedaan naar psychologische typen. Ik heb dat boek ook, een vrij dikke pil. Psychologische typen is dus al heel oud en wij kennen het waarschijnlijk van onze persoonlijkheidstrainingen. Als het gaat om de Insights Discovery of om de DISC met al die kleuren, zit allemaal het werk van Carl Gustav Jung achter. Want waar kwam hij achter in zijn psychiatrische praktijk? Dat er een aantal karaktereigenschappen zijn die van mensen zelf zijn en door de tijd heen niet veranderen. Nou, daar wil ik nu graag iets over vertellen, want ook het segmentatieonderzoek is daarop gebaseerd. We zien hier het Sensidium-model, een wetenschappelijk gedragsmodel, leefstijlmodel, wat Ipsos gebruikt. In de markt kennen we ook wel het BSR-model, het Brand Strategy Research Model. Het komt in de kern op deze twee assen neer. En het is de as van loslaten en de as van controle. Je kunt daar ook lezen de as van extravert, loslaten, controle, introvert. En op de horizontale as de focus op jezelf, de energie halen
uit jezelf en aan de andere kant de focus op anderen, de energie halen uit anderen. Het zijn geen waardeoordelen, het zijn karaktereigenschappen. En het is ook niet zwart-wit, want je hebt van al die kwadranten die je hier ziet, gebaseerd op kleuren, heb je iets in je. Je bent niet alleen gefocust op jezelf en gecontroleerd. Nee, je hebt van alles in je. Maar één ding stijgt er bovenuit en dat is die danser. Die schaduw die we net zagen, daar moet je achter zien te komen. En dat kan rood zijn, of geel, groen of blauw. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar als het gaat om rood, en het Sensidium-model, dat zul je straks zien, gaat uit van 8 leefstijlen, maar in de basis zijn het deze 4, waaruit er 8 gedestilleerd zijn. In de basis gaat het ervan uit dat als je in de rode hoek zit, zeg maar, dus vooral extravert, focus ook op jezelf, we noemen het ook wel ego, geen waardeoordeel, is gewoon waar iemand zich goed bij voelt, dan ben je een creatieveling. Je bent levenslustig, je bent avontuurlijk, dan wil je geen brief hebben, om maar even de vertaalslag te maken van segmentatie, die heel erg op de controle zit en op een hele andere hoek, veiligheid, zekerheid. Als je kijkt naar geel, even heel in het kort, dat zijn mensen die halen de energie uit anderen. Die vinden het dus heel belangrijk om dingen met anderen te doen. Ze vinden beloning belangrijk en die buurvrouw, wat doet die? Groen zit heel erg op het ego, het zelf doen, de status, veiligheid, controle. En de blauwe zit vooral op zekerheid. Nou, het lijkt in hokjes denken. Het gaat erom dat we die schaduw achterhalen. En dat proberen we hiermee te doen. Nou, ik geef zo weer even het woord aan Reineke, want het Sensidium-model bestaat niet uit die 4 kleuren, maar uit 8. En op basis van dit model hebben wij die 2000 respondenten gevraagd en antwoord teruggekregen in die sector. Misschien, Reineke, kun jij nog iets over het Sensidium-model vertellen? Ja, het Sensidium-model, wat Henk ook al zegt, zijn 8 kenmerken, 8 verschillende drijfveren. En die zijn afhankelijk van het product dat je onderzoekt. Dus afhankelijk van of ik op zoek ben naar vakanties bijvoorbeeld, val ik veel meer in saamhorigheid. Het is echt heel productspecifiek. Dus je hebt een basisbehoefte, dat kan geel, oranje, blauw of groen zijn. Maar daarnaast heb je voor een specifieke productgroep, of een specifieke industrie, heb je eigenlijk weer een ander basisbehoefte. Dus voor mij vakantie is saamhorigheid, want ik vind het gezellig om met mijn gezin op vakantie te gaan. Terwijl voor mij auto is veel meer status en herkenning. En daarom is het zo belangrijk om elke keer dat je zo'n onderzoek doet, of dat je wil nagaan van wat is nou belangrijk voor mijn deelnemers of voor mijn consumenten, dat je dat onderzoek doet op het productniveau. Ja, wat ik net nog niet gezegd heb, dankjewel Reineke, is ook even de link naar de WTP, de Wet Toekomst Pensioenen. En in die Wet Toekomst Pensioenen hebben we een voorlopige leidraad van de AFM, die gaat over keuzebegeleiding. Als je die leidraad, die voorlopige leidraad goed leest, dan zie je daar allerlei zaken terug die met segmentering en relevantie van doen hebben. Dus er wordt gesproken over doelgroepbenadering. Dus de AFM wil ook steeds meer, en gelukkig maar, dat wij doelgroepen benaderen. Dus niet iedereen lastigvallen zoals het vroeger was van een overkill aan informatie en zoek zelf maar wat op jouw betrekking heeft. Nee, wij horen erachter te komen wat iemand bezighoudt. En dan op een natuurlijk ethisch verantwoorde manier. Zodat we hem niet overvallen met allemaal not issues, maar alleen met die dingen die op dat moment voor deze persoon relevant zijn. Dat is een hele belangrijke, wat in die leidraad naar voren komt, doelgroepbenadering. Maar er staat nog iets in, en dat gaat over advies. De verschuiving van informeren naar adviseren in de context van collectief pensioen. Dus we gaan geen WFT-advies geven, geen wet financieel toezicht. Maar je mag in je collectieve context bijvoorbeeld wel zeggen, beste meneer, beste mevrouw, bedrag ineens adviseren wij niet te doen, gezien uw situatie. Dan moet je ook weten wie je voor je hebt, wat iemand bezighoudt, enzovoort, enzovoort. Dus die wil ik graag nog even toevoegen, die link met de AFM Voorlopige Leidraad Keuzebegeleiding WTP. Ja, dan wil ik nu toe naar de segmenten die we gevonden hebben. We kunnen uiteraard hier inhoudelijk niet ons onderzoek delen, maar wel graag de methodiek en de segmenten op hoofdlijnen, zodat we daarvan kunnen leren. En we willen graag ook de sector inspireren daarmee. Er zijn 4 sectoren, 4 segmenten uitgekomen die hier genoemd staan. Ik begin met de ver van mijn bedgroep. Dat zijn de jongeren, uiteraard. Maar wat heel gaaf is, ook van die jongeren, en je zag het bij alle 4 de segmenten. Ze willen allemaal hulp van het pensioenfonds. Dat vond ik een hele opvallende.
Ik zou namelijk gedacht hebben voor het onderzoek, die ver van mijn bed groep, dus de jongeren, die nog helemaal niet bezig zijn met hun pensioen, ja, dan zullen ze ook wel niet geholpen willen worden met pensioen, want ja, je bent daar niet mee bezig. Nou, dat is één groep, belangrijke groep. Wil ook wel graag beleggingen en risico lopen, maar ook geholpen worden. Nou, dan hebben we de groep Moment voor Actie. Dat is de groep die nog voor het pensioneren zit. Ruimschoots voor het pensioneren, maar niet meer in de ver van mijn bed categorie valt. En die wil ook risico lopen. Wil ook geïnformeerd worden door het fonds, maar die wil graag toch nog, omdat ze acties kunnen ondernemen richting hun financiële planning, richting hun pensioen, willen ze wel zelf dat doen. Ze willen ook details. Dat vond ik ook nog wel een aardige. Het segment Moment voor Actie en het segment In Controle is gek op details. Nou, dat was voor mij nog wel verrassend, want ik dacht altijd vanuit gedragswetenschap dat mensen niet direct op details zitten te wachten, maar in die pensioencontext dus wel. Nou, dan hebben we de groep In Handen van Experts. Dat segment, dat is het volledig gepensioneerde segment. En daar vallen ook weer dingen op. Die kijken anders tegen duurzaamheid bijvoorbeeld aan dan de groep Moment voor Actie. Moment voor Actie heeft meer zoiets van, ja goed, rendement gaat boven duurzaamheid. Maar die gepensioneerden niet. Die zeggen van, nee, ik vind een aantal dingen belangrijk. Dat is familie als eerste en daarnaast ook duurzaam pensioen. Een opvallend verschil met de rest van de segmenten. En tot slot de in-controle groep. Dat is voor de helft gepensioneerd, voor de helft ongeveer daar vlak voor. Wil ook details. Wil dingen zelf in de hand houden, kan eigenlijk geen actie meer ondernemen, maar wel het gevoel hebben van, hey, ik ben in control. Nou, dat even de segmenten. Dan geef ik nu Reineke weer even het woord over het voorspelmodel bouwen. Ja, want nu hebben we die segmenten, en die hebben we natuurlijk gebaseerd op die 2000 respondenten die wij hebben geïnterviewd en waar we die data aan hebben gekoppeld. Maar je wilde natuurlijk niet alleen maar op die 2000 respondenten hebben, je wil het voor je hele groep van deelnemers hebben. Want je wil eigenlijk gewoon iedereen goed kunnen benaderen. En dat is hoe we het voorspelmodel hebben gebouwd. Dus door het toevoegen van de gedragsvariabelen die wij al uit de PGB-database hadden gehaald aan de vragen die wij hebben gesteld in de vragenlijst, hebben we de segmenten gebouwd met allebei die elementen. En daardoor kan je een voorspelmodel bouwen dat je dan weer terugkoppelt naar de hele database. Waardoor je dus in de database ook weer diezelfde segmenten als de ver van mijn bed of de in controle terug kan vinden. Dus in de database kan je dan uiteindelijk weer vinden wat wij hebben, de segmenten die wij hadden gevonden binnen die 2000 respondenten. En door het koppelen van de segmentatiestatements en type deelnemer of de leeftijd of het geslacht, wat al in de database zat, is het dus nu mogelijk om iedereen te segmenteren. Een hele opmerkelijke hier, en dat zien wij niet vaak bij dit soort projecten, is dat een leeftijd een enorme belangrijke rol speelt bij pensioenen. En die hebben we dus ook heel erg sterk meegenomen in de segmenten. En dat zei Henk ook al, die segmenten zijn ook echt heel erg gedreven door leeftijd. Dat is echt wel iets heel erg unieks voor pensioenen. Ja. Reineke, misschien nog even een kleine nuance bij dat we iedereen kunnen segmenteren. Dat noem ik altijd de hemel, daar zijn we nog lang niet. Daarom ook de doelgroepbenadering vanuit die voorlopige leidraad, maar ook als het gaat om de segmentering binnen PGB. We hebben het nog niet ingebouwd, het is vers van de pers, maar we wilden het heel graag ter inspiratie delen met de markt. Maar we gaan natuurlijk beginnen met doelgroepen. De hemel is dat je echt het individu in het hart raakt, maar laten we eerst maar eens beginnen met doelgroepen. Dus dat nog even ter aanvulling. Absoluut. Dus dat is de Holy Grail waar we uiteindelijk naar op zoek zijn. Ja, en dus hebben we het voorspelmodel gebouwd, zoals Henk zei. De volgende stap is experimenteren, Verrijk. Ja, dat willen we zo spoedig mogelijk gaan doen. Dus gewoon met AB-testen gaan kijken van hoe reageren mensen op beelden en teksten aan de hand van die leefstijlen. Dat willen we doen met een aantal zaken. Beelden heb je gezien net, maar we willen het vooral gaan doen ook met woorden. En hier zie je een aantal van die woorden. Laat het maar eens rustig op je inwerken. We hebben er ook een aantal donker gemaakt waar mensen op kunnen aanslaan. De vrouw, de meneer, die als schaduw aangesproken wil worden, of als danser in de schaduw aangesproken wil worden, die zal aan kunnen slaan op dit soort woorden. Die hoeven niet letterlijk zo in een brief op je website of portaal, maar raak daaraan. En wat je hier ziet, zijn twee kolommen. Die zijn gearcheerd,
blauw-paars. Dat is de controle- en de veiligheidsgroep. En het aardige is, en dat vond ik ook redelijk verrassend, van een pensioenfonds verwacht men sowieso dat we in controle zijn, dat we helpen bij het in controle komen van de deelnemer, maar ook dat ze daarvan uit kunnen gaan dat het pensioen daar straks is en levenslang wordt uitgekeerd. Dus wat de levensstijl van deze mensen in de pensioencontext ook is, controle, veiligheid, zekerheid, daar moeten we sowieso aan tegemoet komen. Die woorden zullen we sowieso, die beelden, moeten gebruiken. Nou, hier zie je dan nog wat plaatjes verschillen. Let niet op de woorden, maar hier zou bijvoorbeeld als het gaat om de jongeren natuurlijk iets anders verwoord kunnen worden van hey hoi, niet te populair, maar wel iets waardoor die jongeren, bijvoorbeeld jouw dochter, zich aangesproken voelt. Reineke en ik willen jullie graag een aantal takeaways meegeven. En die staan hier genoemd. Maak het persoonlijk, maak het relevant, maak het aantrekkelijk, maak het specifiek. En ik wilde graag een aantal vanuit de gedragswetenschap aan toevoegen. Als het gaat om onze keuzedrijfveren, de belangrijkste keuzedrijfsfeer in ons leven, waar mensen op aanslaan, dan gaat het om eenvoud, zich gewaardeerd voelen en draagt wat ik zie, wat ik voel, wat ik lees bij aan een positief zelfbeeld. En ik wil heel graag vanaf hier de sector oproepen om daar wat mee te gaan doen. Dus eenvoud vinden we wel heel lastig, maar voelt een deelnemer zich gewaardeerd als hij op een site kijkt of op een portaal en draagt het bij aan zijn positieve zelfbeeld. Dat kan ons allemaal helpen om in verbinding met elkaar te komen. En dat is wat ik de sector, wat wij de sector toewensen. Ja. Reineke, Henk, dankjewel voor jullie verhaal. Heel inspirerend. Ik begon natuurlijk dit verhaal met, we gaan het over jongeren hebben. Jullie hebben het veel breder bekeken. Wat me direct opviel, en dat is meteen mijn eerste vraag, hè. Jullie hebben verschillende segmenten. En jij zei meteen, Henk, het tweede segment was dat, geloof ik, de ver van mijn bed segment. En dat koppelde je meteen aan jongeren. Kan je dat zo generiek zeggen, dat alle jongeren pensioen zien als ver van mijn bed? Is dat een van jullie conclusies? Want eigenlijk zijn het gewoon leeftijdscategorieën die jullie benoemen. Of doe ik je nu tekort? Nee, goede vraag. Ik denk zelfs dat in de categorie 50+ er ook nog steeds ver van mijn bed mensen zitten. Okay. Niet zozeer omdat het daadwerkelijk ver van het bed is, maar het gevoel er is van ver van mijn bed. Ik denk dat je ze de kost moet geven die 50 zijn en een UPO gewoon in de envelop laten zitten. Dus voor die is het ook een ver van mijn bed. Maar wij hebben echt gekeken naar leeftijden en 7% van die 2000 respondenten zit in die categorie. Dus dat is echt een jongere categorie. Een groot deel dus. Een groot deel zit in de jongere categorie, ja. Ja. En heb je daar ook al uit kunnen halen van wat kunnen we daar dan mee om die jongeren beter te bereiken? Is dat inderdaad alleen taal of plaatjes of... Nee, zijn eigenlijk twee dingen. Kan je wat voorbeelden noemen misschien? Ja, ik denk dat het goed is dat ik even vertel dat je... Dat maakt eigenlijk niet uit in welke categorie je zit, dat ten eerste. Want zowel de ouderen als de jongeren wil in ieder geval ook dat wij als pensioenfonds appelleren in onze taal, in onze woorden, aan veiligheid en zekerheid. Dus dat staat buiten kijf. Dat geldt voor iedereen. Ja. Maar dan heb je binnen die jongeren, in die pensioencontext, echt nog wel ook andere drijfveren, die vaak wel inderdaad op het avontuur zitten. Maar dat geldt ook niet voor elke jongere, dus we moeten ook niet generaliseren. Maar er zitten daadwerkelijk een aantal andere drijfveren dan bij die groep, zeg maar, die rond die 67 zit, of rond die 50. Hoe wij dat gaan aanpakken straks, met testen, en welke beelden we gaan gebruiken, welke woorden we gaan gebruiken, dat weten we nog niet. Daar gaan we naar kijken in de vertaalslag nu van dit onderzoek. Ja. Reineke, nou horen we al die data en segmenten, maar jullie vertelden ook in je verhaal dat je dit gebruikt om dingen te voorspellen. Wat wil je dan eigenlijk voorspellen en wat heb je daaraan als pensioenfonds? Nou ja, wat we laten zien, die vier segmenten, die waren natuurlijk gebaseerd op die respondenten, die 2000 respondenten die we hadden ondervraagd. Maar je wil natuurlijk je hele deelnemersbestand of je hele database, al je klantenbestand wil jij natuurlijk activeren. Mm-hmm. Dus je wil van iedereen weten, van al je deelnemers, in wat voor segment zij vallen. Ja. En dus wil jij proberen te voorspellen, op basis van de gegevens die je hebt gekoppeld, wie in welk segment valt. En uiteindelijk is dan het doel dat je die mensen beter bereikt. Ja, en door dan te testen, dus door AB-testen te doen en dan te kijken van, goh, spreekt het aan, ja of nee, kan je dus continu testen of je die mensen op de juiste manier aanspreekt. En als ze dus dan niet reageren, kan je zeggen, oh, misschien vallen ze dus toch niet in dit segment, we gaan iets anders proberen. Ja. Dus het is een, ja, tuurlijk. Even een diepingsvraag stellen. Even ja.
Want als ik zo zag op jullie slide, zag je, we hebben data over gedrag en we hebben motivationele data. Ja. Nou, die laatste set data lijkt mij heel moeilijk om in een database te hebben. Want dat is toch, dat hebben jullie met die 2000 gedaan, dat hebben jullie kunnen vinden. Dus hoe ga je dat dan gebruiken in je voorspelmodel, als je niet die data hebt? Nou ja, omdat we dus die gedragsvariabel al hebben, die ga je dus koppelen. Okay. En dan koppel je die motivationele vragen, die ga je dan aan diezelfde, aan die mensen in het databestand, ga je eraan toevoegen. De vanuitgaande, hopend, en dat is natuurlijk een voorspelmodel, dat je zo hoog mogelijke goede koppeling hebt. Ja, aanvullend, leeftijd speelde daar dus een hele belangrijke rol. Ja, we zaten op een voorspelbaarheid van ongeveer ruim 50%. En dat is met leeftijd naar boven de 80 gegaan. Dus dat is een essentiële rol. Maar niet de enige factor. Die andere zijn minstens net zo belangrijk. Ik gaf net al aan, veiligheid en zekerheid wil iedereen op geattendeerd worden. Maar er zijn ook nog andere drijfveren die per segment appelleren aan verbinding. Je zei net van inderdaad, je wil in contact komen. Ik vind dat het nog wel verder gaat. Ik denk dat we als sector echt, als we niet alleen willen activeren, maar ook mensen echt met financiële planning bezig willen laten zijn, dat we dat dus op een andere manier moeten gaan aanpakken. Bij andere sectoren is dat al best wel gewoon goed. Ja. Voor ons best wel nieuw. We hadden al jarenlang persona's die we van de plank pakten. Maar wij hebben het nu onderzocht in de pensioencontext. Ja, en wat me daarbij triggerde in jullie verhaal was, er stond, ja, wij koppelen, Paul zei het net ook al, de menselijke laag aan de database. Dan krijg ik ook een beetje rillingen. Dan denk ik, hoe ver gaat dit met AVG-achtige dingen? Krijg ik dan hele persoonlijke dingen waardoor ik denk, ja, maar dit mogen jullie helemaal niet van mij weten. Speelt helemaal niet. Dat is het voorspelmodel. Het is niet op basis van jouw persoonlijke kenmerken. Het is op basis van je gedrag. Maar ik kan niet zeggen dat Arno, want die heeft dit gezegd, dus nu ga ik dit eraan koppelen. Het is veel meer, je valt in een van de vier segmenten, dus het is niet AVG. En ik denk eigenlijk dat je moet omdenken hier. En dat jij denkt van, ja, ik vind het een beetje spannend, want ik word nu persoonlijk benaderd. Maar nu stuur ik communicatie uit waarvan 90% misschien niet relevant is voor jou. Ja. En dus je moet eigenlijk denken, ja, maar het voegt iets toe. Het maakt het, ik voel mij meer gezien. Ja. En men weet beter wie ik ben. En eigenlijk is dat wat heel veel consumenten willen. Wat jij ook al zei. Je wil je gezien voelen. Je wil je gewaardeerd voelen. Je wil weg van een nummer. Want nu ben je een nummer in een database. Je wil naar een persoon. Ja. En dat is de slag die we maken. Henk? Goed, aanvullend. Want ik snap hem heel goed. Het is dus geen Google verhaal van, hey, ik zoek op laarzen. En ik krijg maandenlang alleen maar laarzen in mijn scherm. Het gaat erom, hoe wil ik aangesproken worden? Ja. Ik ben een danser. Ik wil niet aangesproken worden op bijvoorbeeld een hovenier. Of ik ben hovenier en ik wil niet aangesproken worden op danser. Jij wil iets waarin je je herkent. Dat is gedrag. Want als we ons niet herkennen, en onze sector heeft daar best last van, dan gaan we niet in actie komen. Dan laten we die UPO dicht. Of als we straks in de metaverse met andere dingen komen. We doen het niet. Nou klinkt het allemaal heel mooi. Wij als Ireneos hebben natuurlijk veel met IT-achtige onderwerpen, digitalisering. Is de stelling correct als ik zeg, ja, dit is heel mooi, maar dat kan ook alleen maar dankzij dit soort mogelijkheden qua digitalisering en IT? Of zeggen jullie nou, dat deden we vroeger ook wel op de achterkant van een bierviltje? Nee, je hebt een goede database voor nodig. Je hebt goede, absoluut. IT is hier heel erg belangrijk voor. Dat je heel veel al weet over je, hoe meer je weet over je deelnemers of over je consumenten, hoe beter het eigenlijk is. Dus hoe beter je je voorspelmodel kan. Jullie hadden net ook, volgens mij was Henk, wat jij zei van, hey, dit is de droom, hè, dat we alles helemaal van iedereen weten. Net zeg je ook van, ja, we zijn het niet gewend in onze sector. Nou weet ik, met Ireneos werken we ook voor heel veel andere klanten in andere sectoren. En dan zie ik inderdaad dat ze daar veel stappen hebben genomen. Maar hebben jullie ook een beeld voor je van, hey, dat zou onze droom zijn als we dat voor elkaar krijgen? Een voorbeeld van een bedrijf die dat heel, of een organisatie die dat heel goed doet. Ja, dat is een goede vraag. Reinik, heb jij daar een voorbeeld van? Als voorbeeld? Nou ja, weet je, het hangt er heel erg af van hoeveel informatie je kan verzamelen over je consument. Sommige bedrijven is dat veel makkelijker, omdat je, stel je hebt een mobiele app en iemand is de hele tijd op de app, dan verzamel je al heel veel data. Zeker. En met pensioenen is dat gewoon veel lastiger, want dus ik denk in de pensioenwereld dat PGB redelijk voorop loopt met dat soort, die koppeling te maken nu. Maar je ziet het in met de mobiele telefonie of de bankenwereld. Het is men natuurlijk veel verder. Omdat je al precies weet wie je consument en wie je deelnemer is.
Ik schakel even naar Pascal. We gaan straks naar jouw verhaal luisteren. KWF, Koningin Wilhelminafonds officieel geloof ik, had natuurlijk ook een uitdaging rondom jongeren, betrokkenheid. Als je dit nou zo hoort, zeg je ja, wij zijn ook bezig om dat soort mensen helemaal in kaart te brengen. Of dat vinden we heel eng. Of speelt dat in jullie, natuurlijk een goede doelenclub zijn jullie, dat is heel anders. Maar toch zie ik wel wat parallellen. Herken je dat? Of? Ja, deels. Voor ons is het vooral van belang dat we de jonge doelgroep, en dat geldt niet alleen voor KWF, maar de jonge doelgroep is eigenlijk niet onderdeel van onze fanbase. Dus van traditionele goede doelen, waar KWF er ook eentje van is, daar zie je toch veel wat ouderen en ook vaak vrouwen in onze fanbase. En eigenlijk missen we doodgewoon de jongeren. Mm. En daarom werd ik wel door het verhaal geraakt. Dat ik denk wat wij bij de jongeren juist ook willen doen. En daar resoneert het met het verhaal wat ik zojuist heb gehoord. Mm-hmm. Vooral op die relevantie. Dus hoe kunnen we nou relevant zijn voor jongeren die op een hele andere manier naar goede doelen kijken. Dat ver van mijn bed, dat geldt eigenlijk ook direct of indirect voor hun verhouding ten opzichte van goede doelen. Yeah. Je moet je voorstellen, mensen die al wat langer bij ons in onze fanbase zitten, die hebben dat eigenlijk vanuit generatie op generatie gewoon geleerd. Je doet een stukje van je inkomen, geef je aan goede doelen. En deze generatie, de jonge generatie, en dat is voor ons, ben je jong als je tussen de 20 en de 35 zit. Dus als je 35 bent, ben je bij KWF nog jong. Heeft dat eigenlijk niet geleerd, is dat of verleerd. Het is niet meer normaal. En ze willen eigenlijk veel meer projectmatig bij ons zijn betrokken. Dus ze willen er even in, omdat hen iets heeft geraakt. Bijvoorbeeld iets wat in hun familie is gebeurd of wat hen zelf is gebeurd. Kanker raakt ons allemaal, zeg ik altijd. We differentiëren zich niet in leeftijd of geslacht of herkomst of opleiding. En daarna willen ze er eigenlijk ook weer uit. En sterker nog, deze groep verandert ook continu van goede doelen. Ja, in die zin verschillen jullie een beetje van pensioenen, maar hetzelfde idee. Jongeren, hoe betrek je ze? Je gaat er straks meer over vertellen. Ik wil nog even terug naar jullie, omdat ik zat te denken, ja, dan heb je dat voorspelmodel en heb je die data allemaal elkaar gekoppeld en het is allemaal AVG-proof. Wat bereik je er nou mee? Je bent geen commerciële instelling. Het is niet zo dat je... Natuurlijk, je wilt beter communiceren, maar wat levert het nou op? Is het nou vooral voor jouw deelnemers zo fijn? Of is het voor jou als fonds heel fijn dat je dit allemaal weet? Ja, goede vraag, Arno. Want je bent geen commerciële instelling primair, nee, hè? Nee, dat is precies inderdaad waarom we dit doen. Want we doen dit voor lange termijn waardecreatie. Voor, dat is een beetje wollig begrip, hè? Ja. Ligt dat dus toe? Ja, nou, het wil dus niet zeggen voor korte termijn waardecreatie, zoals je dat bij de aandeelhouders ziet. Ja. Maar het is precies wat je zegt, we zijn non-profit, we doen het niet voor ons, we doen het voor de deelnemer. Ik denk dat heel veel pensioencontext-collega's dat kunnen beamen. Hè? Ik bedoel, als je een gesprek hebt, een toetsgesprek bij de Nederlandse Bank, dan draait het om het deelnemersbelang en evenwichtigheid. Dus wij doen het voor die deelnemer, omdat het zo belangrijk is dat hij of zij weet waarom we dit doen. Dat hij ook in controle kan zijn over zijn eigen financiën richting de toekomst. En het is geen verplichting, hè, dat mensen dat doen. Ik heb een vrouw die wil er helemaal niet mee bezig zijn. Dat is een bewuste keus. Maar UPO's die dicht blijven omdat mensen niet in het hart geraakt worden, is een gemiste kans. Ja. En verbinding met je deelnemer, en onze klantgroepen zijn groter, hè, want we hebben ook werkgevers, is van essentieel belang. Ja. Steeds meer, het wordt steeds meer eenheidsworst, ook met de WTP. We hebben straks de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Wat worden de verschillen nog? Nou, als het straks alleen nog maar om kosten gaat, dan gaat het er ook om, wat voor connectie heb jij met je deelnemer? Wil je bij die club horen? Ja. Collectiviteit, solidariteit. En dat draait niet om korte termijn winstrealisatie voor de aandeelhouders. Dus inderdaad, PGB is een non-profit organisatie. Waarde, lange termijn waardecreatie, een wollig begrip. Maar het gaat zelfs verder dan de deelnemer. Het gaat om onze belanghebbenden in de maatschappij. Ja. Ik heb nog één vraag en dan moeten we het gaan afronden. Dan gaan we naar jouw verhaal, Pascal. Je noemt een paar keer de wet toekomstpensioenen. Is dit onderzoek bij jullie nou ingegeven door het feit dat die wet eraan komt? Want wij zeggen bij Ereneos, er zijn eigenlijk twee belangrijke momenten voor communicatie. Het is het uitleggen dat we naar een ander stelsel gaan. Dat is op zich al een klus. En je hebt de communicatie als het eenmaal ingevoerd is en mensen hebben wel of niet bepaalde keuzes. Dat is ook weer een apart. Was dit ingegeven door WTP of was dit iets wat jullie sowieso al heel lang wilden doen? Een hele goede vraag. Dat laatste stond al heel lang op het verlanglijstje. Het is alleen heel mooi om te zien dat ook de AFM in de voorlopige leidraad ziet
dat doelgroepbenadering en relevantie, zelfs ook de opschuiving richting advies, heel erg belangrijk is bij in het hart geraakt worden en die verbinding leggen. Ja, ga je dit nou ook delen met andere fondsen? Ja, dat zijn we al aan het doen. Oké. Dus, ja, heel mooi. Hopelijk kan dit daaraan bijdragen. Daarom doen we ook heel graag mee om te inspireren. Ja, nou dankjewel voor dit moment. Wij gaan over naar Pascal. En die gaat eens vertellen hoe bij KWF die jongeren die minder goed betrokken waren, hoe je die toch hebt weten te betrekken. Ja, dankjewel voor het woord, Arno. En ik ben blij eigenlijk vanuit het verhaal van KWF een verhaal te vertellen. Wat gaat over hoe zorg je er nou voor dat je doelgroep die je hebt geïdentificeerd, dat je die ook echt aan je gaat binden. Want dat was wel de opdracht die wij bij KWF hadden, die ik bij KWF had, is om echt te komen tot een nieuw kanaal. En dus niet een zoveelste campagne waarin we mensen in het hart raken, maar hoe zorgen we er nou voor dat er een nieuw fondsenwervend kanaal ontstaat waar wij de komende jaren eigenlijk mee aan de gang kunnen. En we maakten het onszelf nog vele malen moeilijker door ook aan te geven dat we niet alles mochten doen. Er zaten wel wat criteria aan, namelijk KWF is een merk wat zich altijd in het hart bevindt van mensen. En dus moest dat altijd nog emotioneel blijven, het moest mensen raken. Een goed doel moet altijd transparant zijn in wat zij doen, dus ook transparantie stond bovenaan. Wat we ook belangrijk vonden is dat we klein konden beginnen en ook weer groot en meeslepend konden eindigen. Dus het moest een schaalbaar product zijn. We moesten er zeker 10, 15 jaar mee verder kunnen. We moesten een structurele inkomstenstroom genereren. Dat betekent dus ook dat we andere manieren van fondsenwerving moesten bedenken. Normaal komt er bij ons veel geld binnen via structurele incassostromen. Maar dat is echt iets waar we niet de komende jaren op kunnen voortbouwen. We moeten andere manieren vinden waarop we mensen toch aan ons kunnen binden. En toch structureel elke maand weer voldoende revenue kunnen creëren. En wat we heel belangrijk vinden is het een kanaal moest zijn wat voorspelbaar zou moeten zijn. Dus wat in de toekomst, ik heb wel eens gek gezegd, we gooien er een euro in en er moet 10 euro uitkomen. En dat dat belangrijk voor KWF is en eigenlijk voor heel goed doelenland, dat mogen duidelijk zijn. Want steeds meer van onze klassieke inkomstenstromen zien we toch, zeker ook in de toekomst, in volume afnemen. Dus we moeten ook op zoek naar nieuwe manieren om mensen aan ons te binden. En in die zoektocht zijn we eigenlijk ook op de jongeren gestuit. Want zoals ik ook al in het aan tafel vertelde, voor KWF is het lastig de jongeren aan ons te binden. En met die vraagstukken zijn we uiteindelijk aan de gang gegaan. En hoe hebben we dat nu gedaan? Nou, we hebben eigenlijk 4 hele creatieve young professionals gevraagd mee te denken hoe we dit probleem op zouden kunnen lossen. En ze komen dus eigenlijk uit de doelgroep, want het waren jongens en meiden tussen de 20 en de 30 jaar die mee hebben gedacht over onze uitdaging om tot zo'n nieuw fondsenwervend kanaal te komen. En dat doen we eigenlijk via klassieke design sprints. Dat betekent goed begrijpen wat het vraagstuk is. Dan vervolgens bekijken waarom er problemen zijn en goed doorgronden wat de problemen betekenen voor potentiële doelgroepen. Om vervolgens ook goed na te denken over hoe werkt het nu en hoe zou het eigenlijk in de toekomst kunnen werken. En dat zie je hier in de presentatie. Hè. Er zijn een aantal zaken die bij deze doelgroep spelen. Ze voelen zich toch minder aangesproken tot goede doelen, omdat ze wat kleiner budget hebben. Wat draag ik nu eigenlijk bij? Ze vinden eigenlijk in het woud van goede doelen het heel erg lastig om een keuze te maken. Dus er is eigenlijk wel een intrinsieke wens om te geven. Maar er zijn zoveel goede doelen dat ze eigenlijk door de bomen het bos niet meer kunnen vinden. En in tegenstelling tot andere generaties vinden ze het heel erg belangrijk om in controle te blijven. Dat herken ik in die zin al van de vorige sprekers. Ze willen dus uiteindelijk heel duidelijk en veel meer dan andere generaties projectmatig geven. Dus tijdelijk geven en daarna ook weer voor iets anders kiezen. We hebben ook gekeken waar bevinden deze jongeren zich nu eigenlijk. En dan zie je hoe gedigitaliseerd deze groep is. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zijn ze eigenlijk bezig met digitale oplossingen en het ondersteunen van hun dagelijkse keuzes. Of het nu is om even nieuws te kijken, of het nu even iets streamen is.
iets bestellen bij Albert Heijn. AH2Go moet ik zeggen, of andere, even op de internetbankieren app. Ze zijn eigenlijk volledig gedigitaliseerd in hun dagelijkse ondersteuning. En dat heeft ons ook aan het denken gezet dat er een digitaal kanaal eigenlijk ontbreekt met betrekking tot goede doelen in Nederland. Waar eigenlijk alle goede doelen bij elkaar komen. En waar je dus je de ene keer voor KWF zou kunnen kiezen en voor de andere keer voor misschien wel de Hartstichting of Greenpeace. En daar is eigenlijk het concept bundel uit voortgekomen. Dus goed begrijpen wat de jongeren zouden wensen is keuzevrijheid. Ook respect voor privacy kwam overigens ook veel terug. En eigenlijk de mogelijkheid om continu elke maand, elke dag, elke week te bepalen waar jij jouw geef-euro aan wil geven en aan wie je dat wil geven. En dat willen ze ook omdat ze heel graag impact willen maken. Dat is voor hen eigenlijk het allerbelangrijkste. Het is een generatie die opgroeit met heel veel problemen. Zowel vanuit natuur, gezondheid, noem het maar op. En ze staan eigenlijk in die zin echt aan de vooravond om de wereld te willen veranderen. En je ziet dus ook steeds meer jongeren juist die natuurlijk opstaan om die wereld ook echt te veranderen. En er is een hele grote groep die daarbij wil aansluiten, maar waar op dit moment eigenlijk geen mogelijkheid voor is. En juist in dat gat willen wij springen. En zo komen we eigenlijk tot de echte vraag uit ons initiële onderzoek. En dat is, hoe kunnen we nou de jonge generatie binden aan goede doelen, waarbij ze toch het gevoel hebben dat ze het los kunnen laten, maar waarbij KWF of andere goede doelen toch maandelijks een goede waardestroom creëren. En daarom hebben we de journey voor jongeren eigenlijk volledig geredesigned. En dat betekent dat we eigenlijk jongeren in eerste instantie gewoon willen helpen, adviseren over wat bij hen past. En dat doen we echt op een andere manier dan dat we met andere generaties zouden doen. Bijvoorbeeld door meer Tinder-achtige gamification. Door ze gewoon eens wat leuke quizjes te laten doen. En dat resulteert, en dat zie je aan de linkerkant van deze slide, naar een soort van profiel voor jezelf, wat jij belangrijk vindt. Want dat is, daar hebben ze gewoon hulp bij nodig. En op het moment dat je hebt bepaald wat jouw profiel is, kun je vervolgens daarover meer informatie lezen. En dat kan de een wel doen, de ander niet. Daar staat je, je bent het niet verplicht om te lezen. En vervolgens kun je helemaal aan de rechterkant nog heel erg persoonlijk instellen aan wie je nou uiteindelijk het meeste geld wil uitgeven. En dan komt het helemaal het mooie. Je kunt dan met één donatie aan verschillende goede doelen tegelijkertijd geven. In plaats van dat je nu eigenlijk, als je naar verschillende goede doelen wil, wat deze doelgroep heel graag wil, continu naar andere websites moet om een donatie te doen. En daarmee hebben we echt gekeken naar de relevantie die wij kunnen hebben voor deze jonge doelgroep. En dat is anders, want dat betekent dus ook dat we samenwerken met andere goede doelen om diezelfde geef-euro. Maar omdat onze fanbase nog niet uit deze groep bestaat, zien we dat niet als kannibalisme of als risico, maar juist om een kans om eigenlijk de donatietaart verder te vergroten. En daarmee is dit product dus ook voor de goede doelen zeer kansrijk. Maar ja, dat is een idee. Onze design sprints gebruiken wij heel veel pilotopstellingen. We maken mock-ups om met de doelgroep ook te beoordelen of onze ideeën en gedachten en aannames ook echt kloppen. Maar we hebben dit concept ook onder een grote groep van de doelgroep getest. Ruim 900 zijn daarbij betrokken. En we hebben vastgesteld dat in alle leeftijdscategorieën de geefintentie zeer hoog is, boven de 30%. En dat is voor goede doelen een enorm cijfer. En dan realiseren we ons altijd, een concepttest is een concepttest. Maar zelfs in vergelijking met andere concepttesten waren dit grote getallen, kan ik u zeggen. En dit is eigenlijk de keurig waar onze ontwikkeling ook altijd op drijft.
is dat wij proberen continu in elke stap die we zetten terug te gaan naar de doelgroep om te vragen, vind je dit nou een oké richting? Want als je het buiten hen ontwikkelt, weet je dat je per definitie de kans hebt om de plank mis te slaan. Ik heb altijd een sterk gezegde, develop with us, not without us, is denk ik een belangrijk uitgangspunt in de ontwikkelstrategie die wij voeren. En daarom testen we veel in concepttesten, maar ook in mock-ups met de doelgroep zelf. En hoe zien we de verdere ontwikkeling nu? En ook daar proberen we vooral ook te begrijpen hoe dat voor jongeren zou kunnen passen. En hoe een toch heel gevestigd merk als KWF nieuwe horizonnen kan definiëren. En dat betekent, we ontwikkelen het niet zelf, maar we starten bundel samen met een start-up van vier jonge mensen, wederom eigenlijk de doelgroep, die samen met ons het product ook verder gaan ontwikkelen. Overigens, ondertussen zijn we ook met een andere olietanker, een grote Nederlandse bank, waar ik de naam nog niet van kan noemen, waar we al een jaar een pilot draaien om samen met andere goede doelen te kunnen geven in een internetbankieren omgeving. En het is voor ons echt belangrijk om de ontwikkeling met start-ups te doen, omdat we het denk ik allemaal weten, als je wat groot en log bent en je bestaat al tientallen jaren, dat het ontzettend moeilijk is om echt vernieuwend te kunnen zijn. En daarom werken we nauw samen met een start-up die we ook veel mandaat geven en veel vrijheid geven om samen met ons het concept zoals we dat zojuist hebben besproken verder kunnen brengen. En we hopen dus ook dat zij, en we zien dat dus ook, dat zij enorm veel snelheid maken in het verder ontwikkelen van het product bundel. En hoe zien wij de toekomst nu? Want ja, een website is een website en een platform is een platform. En digitaliseren is hartstikke leuk. Maar hoe kom je nu uiteindelijk met ons in aanraking? En daar zien wij heel veel kansen in de samenwerking met corporate partners. Want ook zij zijn op zoek naar jongeren, maar hebben feitelijk niet altijd een propositie in handen om hen aan zich te binden. Terwijl wij voorzien in een behoefte, namelijk het willen geven aan goede doelen, maar niet weten aan wie of aan wat. En daarom willen we eigenlijk zijn waar onze doelgroep is, namelijk bij corporates. Van grote supermarkten tot verzekeraars of banken. Omdat we denken dat wij samen proposities kunnen maken die voor deze doelgroep ontzettend interessant kan zijn. En waarmee we dus eigenlijk campfires maken waar wij aanwezig zijn vanuit de goede doelenindustrie. En waarbij de corporates zich weer kunnen verhouden ten opzichte van hun concurrenten. En dat is een toekomst die wij met veel zonnigheid tegemoet zien. Het gaat goed met bundel. We hebben een grote Nederlandse bank al aan ons gebonden. En we zullen dit jaar, waar we nu met zeven goede doelen samenwerken, werken wij volgend jaar of dit jaar, einde jaar, met zo'n 20 tot 30 goede doelen. En willen we, is onze targets, in ieder geval ook nog met twee grote corporates samenwerken. Dankjewel, Pascal. Inspirerend verhaal. We zitten hier vandaag natuurlijk om te kijken wat kunnen we hier ook van leren voor de pensioensector. Want jullie hebben echt heel interessante dingen gedaan. Je hebt het niet heel erg expliciet uitgelegd, denk ik. Maar Bundel is een app, hè? Waar je, en dat raakte me even aan het begin. Je zei ja, jongeren zijn enorm gedigitaliseerd. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En daar heb je eigenlijk op ingespeeld. Maar wat me ook bleef bijhangen was dat je zei, ze willen impact maken. En toen dacht ik, als we nou eens even naar de pensioensector kijken, Henk. Als jij je jonge deelnemers in de gelegenheid wil stellen om impact te maken, is dan een app een oplossing? Of moet je zeggen, ze hebben inspraak op de vermogensbeheerkeuzes? En je koppelt dat aan de segmenten. Zou je dat kunnen toepassen, denk je? Heb je daar ideeën over? Ja, ik denk dat het echt heel interessant is. Ik denk overigens ook voor de oudere doelgroep, als het gaat om gamification en in verbinding komen. Ik ben heel benieuwd waar de verschillen komen te liggen, want volgens mij houden ouderen ook van gemak, net als jongeren. Ze houden ook van leuk, gamification achter. Ja, impact maken, betekenisvol zijn in deze maatschappij, daar gaat het om. Overigens niet alleen bij jongeren, hè, maar als we specifiek naar jongeren kijken, denk ik dat we daar wel iets mee zouden kunnen. Of dat in een app zit, weet ik niet, als het gaat specifiek om de sector. Er wordt wel eens gezegd van jongens, je moet een app hebben. Ja, we moeten een app hebben. Maar als je vervolgens dan op onderzoek gaat in onze sector, wie gebruikt die app?
dan is het dikwijls, laat ik zeggen, dan valt het wat tegen. Precies. Maar het is wel een manier om dichtbij te komen. En als we dat voor elkaar krijgen, ook in onze sector, ja, dan zie ik daar wel mogelijkheden. Waarbij je ook gewoon laat zien van, hey, en dichtbij, hè, van wij beleggen bijvoorbeeld, en andere pensioenfondsen doen dat al, in dat viaduct daar. Of dat bos daar. Dat ze ook kunnen kiezen waar hun geld in belegd Precies, wordt. Ja. Het zou super tof zijn, maar dat gaat nog wel even duren. Dat ze dan vervolgens ook een keuze hebben van, oh, en dan wil ik graag dat daar mijn geld in gaat. Dat is collectief en in onze multisectorale fondsomgeving natuurlijk best wel ingewikkeld. Ja. Want we hebben verschillende sectoren met verschillende wensen, verschillende deelnemers. Maar super gaaf. Ja, het is een mooi voorbeeld dat je digitale mogelijkheden gebruikt. Ik moest wel een beetje denken, als we nou kijken van wat kan de pensioensector hiervan leren. Jullie hebben natuurlijk het voordeel dat, als ik het zo mag zeggen, de emotie is er al. Mensen hebben al iets met jullie roeping, product, geeft er een naam aan. Ja. Eigenlijk zocht je alleen nog een kanaal. Het probleem wat wij in de pensioensector hebben is natuurlijk dat mensen nog geen emotie hebben bij het product. Of doe ik ze nu tekort? Nee, dat ben ik met je eens. Dat komt omdat vaak het pensioen als doel wordt gezien. Ja. Maar het is niks anders, maar ook niks minder, dan een middel om te komen tot dingen die jij daarvan gaat kopen of betalen. En dat kan ook zijn het geven aan een goed doel. Ja. Maar zolang wij niet naar de droom kijken die met het middel gerealiseerd zou kunnen worden, maar alleen met dat middel, ja, dan blijven die UPO's in die gesloten envelop. Ja. Ja, en ik heb het nu even over een app. Paul, jij bent betrokken geweest bij het ontwikkelen van dat bundel, hè, voor KWF. Ik weet nog dat daar allerlei gedachten waren aan het begin. Toen was het nog niet eens duidelijk dat het een app zou worden. Dat is het uiteindelijk wel geworden. Hoe is dat proces een beetje gegaan? Of zijn jullie vanuit IT gestart of juist helemaal ook een onderzoek à la Ipsos? Nou, de vraag is het waar het gestart is. Het is eigenlijk heel erg lang zoeken naar van wat is nou werkelijk de vraag waar het hier om gaat. Kijk, KWF kwam, waren in gesprek met de vraag van hey, we willen eigenlijk zien, we willen een nieuw kanaal hebben voor andere doelgroepen benaderen. En als je het op die enge manier pakt, dan heb je het eigenlijk alleen over een marketingcampagne wat tijdelijk is. En waar KWF nu met bundel is gekomen, is eigenlijk iets wat echt een nieuw afzetkanaal is, wat repeteerbaar is, wat schaalbaar is. En waar je echt een concept in de markt hebt gezet. En dat komen van die ene vraag naar, wat er zijn dan, en dan haak ik even op jullie aan, de latente behoeften van deze doelgroep, waar we eigenlijk over nadenken. En hoe kan je dan relevant worden in hun context? En als je dat goed begrijpt, dan kan je nadenken, hoe ga ik dat dan implementeren? En dan is een app is een afgeleide. Dan is het ook maar de vraag of het echt de app is. Hè? Wij ontwikkelen ze onszelf de afgelopen jaren veel meer naar iets, noem ik het altijd maar. Iets wat zweeft en wat je eigenlijk op heel veel plekken moet gaan terugzien. Daarom is die samenwerking met corporates ook zo van belang. Eigenlijk wil ik mij in afrekenschermen zien in supermarkten. Maar ook als jij gaat sporten, dat je een abonnement ziet wat goede doelen steunt. En ik denk dat de app er veel meer op de achtergrond is gegaan. Maar de aanwezigheid en de relevantie veel meer naar de voorkant is gegaan. Ja. Dus die samenwerking met corporates. Samenwerken is eigenlijk nog veel belangrijker dan de technologie in deze. Want wij moeten over onze schaduws heen stappen. Dat wij samen gaan werken met goede doelen. Dus niet meer alleen maar voor jezelf. Die geef euro uit de markt proberen te trekken. Maar ook begrijpen dat samen kunnen we ook veel meer op thema's gaan zitten. Hè? Want als impact belangrijk is, betekent ook dat je zoiets als de gezonde generatie of de rookvrije generatie of een plasticvrije wereld. Daar zijn zo ongelooflijk veel goede doelen bij betrokken. Dat kunnen wij nooit alleen. En dat is nou juist wat onze jonge doelgroep heel erg aanspreekt. Als wij testen met hen, dan vinden ze dat onderzoek eigenlijk maar Maar als wij zeggen een rookvrij generatie, dan zeggen ze, vertel me daar meer over. Ja. En dus moeten we meer op dat niveau. Daar wil ik graag op aanhaken. Want dit doet me heel erg denken aan community denken. En dat is wel, als we kijken naar de postkapitalistische periode. Waarin we misschien zo langzamerhand een beetje aan zitten te komen. Dus het meer community denken, de community economie, een groep die dezelfde betekenis ergens aangeeft, zoals je zegt, die dingen wil tegenkomen op verschillende plekken. Ik
vind dat heel mooi en dat proberen we in de sector ook, met communities. We hebben voor onze gepensioneerden het pensioentreffpunt, waar ze samenkomen, niet alleen over pensioen spreken, maar echt ook over de dingen die ze bezighouden. Je voelt je verbonden en dan moet ik altijd denken aan de waarde lotsverbondenheid. Belangrijke waarde, ook ethisch. Ik denk dat dat het hart beroert. Ja, spreek me aan. Ik denk dat dat een hele goede richting is, omdat er is meer dan... Kijk, wij zijn geen euromachine. Het is ergens verbindend de mensen, en dat is ook uit het verhaal wat jullie al zeiden, heb je een aantal intrinsieke motivaties die je met elkaar deelt. En daarop intappen en dat verder brengen is denk ik een hele krachtige manier om mensen aan je te binden. Ja, en ik vind het heel mooi vanuit wat jij doet vanuit die app. Hè, als je terugkoppelt naar pensioen en het onderzoek dat wij hebben gedaan is, mensen willen niet weten wat hun pensioen is, maar ze willen weten wat ze ermee kunnen doen. En als jij kunt zeggen van nou, je spaart voor een wereldreis vanaf je 60ste, dus eigenlijk eerder, wat heb je dan nodig en hoe kom je daar dan? En dat is eigenlijk wat je wil bereiken. Dus je wil niet zeggen, goh, lees inderdaad je pensioenoverzicht of klik eens hierop. Nee, je wil daar ergens mensen motiveren omdat ze zelf heel erg blijder van worden. En zichzelf erin zien, in hun toekomst. Mooi, Reineke. En waar ik ook aan moet denken, Pascal schiet me nu te binnen, is solidariteit. En Arno, dat is onze sector, solidariteit. Hoe brengen we de solidariteit, de losverbondenheid, weer terug van, joh, als ik pech heb, is er een ander die mij helpt. Maar als jij pech hebt, dan word je ook geholpen. Dat ligt heel dicht bij onze sector, maar we moeten het wel willen zien. Zeker, ja. Mag ik een vraag stellen? Want om dat voor elkaar te krijgen, moet je over je eigen schaduw heen stappen. En dat is wat ik bij KWF zo ontzettend mooi vind. Het is niet alleen KWF, er zijn 6 andere groeidoelen. En er staan er nog volgens mij bijna 20 op de rol om mee te doen in dit. En dat is volgens mij de crux geweest om dit succesvol te maken. Ja. Dat jullie daar overheen zijn gestapt. En dat is eigenlijk bijna een oproep naar de pensioenwereld. Hoe hebben jullie dat gedaan en wat kunnen ze daarvan leren? Misschien kan je ze iets meegeven, want dat is... Ja, dat viel mij ook enorm op. Hè? Dat je meteen zei, ja, wij hebben die app misschien laten bouwen, maar er zijn nog andere 6 doelen waar je ook aan kan geven. Ja. Ik denk, daar kunnen wij ook nog wat van leren in de pensioensector. Ja. Hè? Want met meer dan 150 fondsen zitten we ook voor soms het wiel nog uit te vinden. Ja. Dus, en toch zie ik daar ook wel eens belemmeringen in. Dat ik denk, ja, hè, fantastisch wat jullie doen, maar wat ik net vroeg, deel je dat ook met anderen? Ja. Is daar wel animo voor of... Ja. Zeg je, ja, weet je, wij hebben een bepaald segment deelnemers, dat is weer heel anders dan bij fonds X of Y. Ja, goed, je hebt een andere achterban. Hè. Misschien dat de ambtenaren binnen het AP of bij de ABP anders qua leefstijl zitten of in de pensioensector dan bij de slagers of de DTI'sten of welke andere groep dan ook, of in de metaal. Ik denk het wel, dus ik denk dat het goed is om het daar ook te doen. Specifiek op dit terrein, dit is nog redelijk nieuw, niet de persona's, maar wel het zelf onderzoeken en in de pensioencontext komen tot segmenten, dat daar nog niet heel veel voorbeelden van samenwerking zijn. We staan er natuurlijk ook wel open voor, maar er zijn wel andere samenwerkingsvormen gaande. Mm-hmm. Noem platforms waarop financiële planning gaat plaatsvinden, wat we samen met verschillende uitvoerders aan het onderzoeken zijn. Ja. Dus er zijn wel voorbeelden, maar het kan veel beter. Ja. En het is ook lastig, hè? Want het ene fonds is veel groter dan het andere fonds. Dus hoe breng je iedereen bij elkaar? Precies, ja. Ik wil nog even terug naar het middel. Hè? We hebben het over digitalisering onder andere, waar het heel veel mogelijk maakt. Paul, vanuit jouw praktijk, zijn daar nog beperkingen aan? Of zeg je, nou ja, the sky is the limit, want we zijn nog maar op een klein stukje van die ijsberg, maar er zit nog veel meer digitale mogelijkheden. Want ja, al deze fondsen en KWF zitten op een enorme berg data. Data is helemaal hot. Zeg je, nou, weet je, de wereld die voor ons ligt, wordt helemaal geweldig. Of zeg je, nou, moet het nog maar zien? Het is altijd moeilijk versprengen te doen naar de toekomst toe, wat niet gebeurd is. Maar even kijken, techniek is inmiddels zover. Jij bent een innovator. Dus Maar ik zeg wel, kijk, wat je, voor mij gaat technologie gaat exponentieel. En exponentieel kunnen wij als mens nooit zo goed begrijpen wat dat betekent. Dus dat is, en wat wij nu kunnen, in vergelijking met wat we 2 jaar geleden konden, wat we in vergelijking met 10 jaar geleden konden, is enorm veel meer. En voor ons allemaal aan tafel is dat eigenlijk heel moeilijk te volgen. Want je leeft nog in een historie van 2 jaar geleden of 5 jaar geleden was dat heel kostbaar. En nu is dat eigenlijk niet meer kostbaar en is het eigenlijk makkelijk te realiseren. Dus de mogelijkheden zeker van rondom data. Nu is het helemaal hot and happening is ChatGPT. Iedereen heeft daarvan gehoord. Nou, dat is een eerste stap. Dat gaat ook exponentieel verder groeien. Weet je? En dus daar...
wat je kan met je data en hoe je dat kan toepassen. En ja, dat gaat, in mijn gevoel, gaat dat alleen maar sneller. En moet je dus ook, als de implicatie daarvan is voor elke organisatie, elke pensioenfonds, elke uitvoerder, elk goed doel, elk bedrijf, moet je daar dus mee aan de slag. Want je kan veel meer. En je bent dus ook eigenlijk aan je stand verplicht om dan die grotere thema's, die wicked problems, waar we het nu over hebben, ook daarmee op te lossen. We moeten gaan afsluiten. Ja, ik wil graag nog reageren één vraag, als het mag. Het is geen vraag, het is meer gewoon ook een appel. In ieder geval zoals wij ernaar kijken, het is niet een vervanging, zeg maar, van het persoonlijk contact, het fysieke contact. Wat wij zien met onze of bij onze gepensioneerden is dat als ze ons bellen, en dat telefoonnummer zit niet ergens verstopt, ze kunnen ons snel benaderen, dat gesprek niet alleen gaat over een technische vraag, maar er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn en die bellen met die service desk, omdat ze zich gehoord voelen, er wordt geluisterd. Dat, vind ik, moet ook blijven, dus het gaat ons helpen, die data, die techniek. Die persoonlijke touch, laat die alsjeblieft blijven, want heel veel mensen hebben daar behoefte aan. En vooral de ouderen. Ik wou net gaan vragen, wat is jouw droom, hoe dat er over 5 tot 10 jaar uitziet? Maar volgens mij heb je er een antwoord op gegeven, toch? Ja, dat klopt, ja. Het persoonlijke, ja. Het blijven. En laten we dan vooral ook, denk ik, vasthouden dat digitalisering heel veel mogelijkheden biedt, maar het blijft een middel. En uiteindelijk gaat het om die deelnemer of voor degene die aan die goede doelen geeft. Ja, ik geloof wel dat het digitaal zorgt voor dat je menselijker kan zijn als bedrijf op schaal. Ja. En dat is dat is de goede inzet van digitalisering. Ja, ja. Oké. Okay. Lijkt me een mooie afronding. Ik wil je ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid en voor jullie bijdrage. Ik hoop dat het iets bijdraagt aan wat we allemaal willen bereiken in de pensioensector. Dank Henk en Pascal voor je verhaal vanuit KWF. En jij uiteraard, Reineke, voor jouw bijdrage vanuit het onderzoek. En Paul vanuit Iraneos. Hartelijk dank dat u meegekeken heeft. We hopen een volgende keer weer terug te komen. En graag tot de volgende keer.